بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Beste mensen, welkom bij Stichting Najiba. Zoals jullie kunnen zien zijn we bij ons eerste waterproject. Nou, die is alhamdulillah al bijna klaar. Hij is ook al gebouwd. Nou, je ziet ook tussendoor dat er een kind water drinkt. En subhanallah, de adhan gaat af. Nou, mooier kan het niet, subhanallah. Ik wil jullie laten zien. Dok me af. Als de bouw is en klaar is. 54 meter diep is het bos, maar wat we niet hadden verwacht. We hadden meer verwacht was 37, 35 meter. Maar het is uitgekomen 54 meter. Het is ook 730 meter. Nou, ik reken er maar uit. We zijn uitgekomen op €3.800. Dus wat ze alleen nog nodig hebben is een waterpomp. Wat ze moeten nu met al hand trekken. Wat 54 meter is best wel diep. Nou, dat duurt heel lang voordat ze water zeg maar, naar boven trekken. Dus wat we dus nog alleen nodig hebben is, beste mensen, is een waterpomp. Is er een broeder of zuster die een waterpomp kan doneren? Het is een sadaqa jaria. Je krijgt er ook hasanat. Of je verdient er zelfs ook hasanat mee. En zelfs na je dood. Beste broeder en zuster. Wat kijk, subhanallah, hier doen we het voor. Je ziet dat ze aan het trekken zijn. Even naar de Kroziana. Hallo. Je ziet het, heavy kinderen. Hier doen we het voor, mashallah, dat de mensen hier allemaal hier vanuit kunnen drinken, inshallah. Je ziet blije kinderen. Dus wat ze alleen nog nodig hebben, is een waterpomp, inshallah. En dan is de waterput helemaal klaar bij Idnina. Bahassan, heb ik een pomp van Shakat hier? Dus €650 kost een waterput. Nou, is er iemand die dat Isabillah wil doneren aan deze prachtige kinderen? Waar ze straks gewoon via de waterpomp naar boven kunnen krijgen, inshallah. En dat ze hier vanuit kunnen drinken, inshallah. Barakalofikum. Nou, dit is onze eerste waterproject in Marokko, in Beni Boufra. Alhamdulillah zijn er een aantal, twee broeders die al aangemeld hebben om ook een waterput zeg maar, te bouwen. Dus twee waterputten, dat zal inshallah bi'indillah aanstaande april zijn. Dus we hebben al afspraken gemaakt binnenkort inshallah aanstaande april om nog twee waterputten te gaan bouwen inshallah. Nou, hier hebben we ervaring mee opgedaan. Alhamdulillah weten we nu waar we moeten zijn en hoe we dit kunnen bouwen inshallah. Nou, hier doen we het voor nogmaals, blije kinderen en de mensen hier omheen, subhanallah. En voor de rest wil ik de zusters, €3.000 heeft gedoneerd om deze waterput te bouwen. Ik vraag Allah Azza wa Jalla om deze zuster rijkelijk te belonen en het voor haar te verdubbelen in deze dunia en agra en zelfs in haar graf. En dat ze opstaat Yawm al-Qiyama met bergen en hasanat waar ze dat niet alleen verdient. En hier zouden meer mensen zeg maar, mee moeten doen. Sadaqa jaria, waterput in Marokko bi-idhnillah. Mubarak al-lawfik, wa subhanak allahumma bihamdik. Wa shahadu wa la ilaha illa ant. Wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Mubarak al-lawfik. Nou, de kinderen willen jullie nog persoonlijk bedanken. Waardoor onze broedertje al Koran gaat reciteren namens de donateurs die hebben gedoneerd, inshallah. Tfaddal, fkidienna. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Nahnu fi blad Jinnay. Mahaban bikuma. Wasana qa'u suwata qa'a. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء طافح يخرج من بين الصلب والطائر إنه على كيه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من
ما شاء الله، بارك الله فيك. تبقى في الجامعة مزيانة.